Goedenavond allemaal. Ik spreek mijn mega sexy accent, maar ik ga proberen rustig te praten zodanig dat iedereen me hoort. En ik ben permanent onbeleefd nu, want ik sta altijd. Dus een beetje. Kunnen jullie allemaal je hand even omhoog steken? Iedereen die dat kan natuurlijk. Nou, volgens mij zijn jullie allemaal zelfred. Nee, hand omhoog. Volgens mij zijn jullie allemaal zelfredzame burgers. Dus ik ga een paar vragen stellen. Iedereen die ooit al eens een belastingsadviseur heeft geraadpleegd, mag nu zijn hand omhoog doen. Iedereen die ooit een aankoopmakelaar, een hypotheekmakelaar geadviseerd heeft, mag nu je hand omhoog doen. Iedereen die ooit een juridisch adviseur geraadpleegd heeft, mag hand omhoog doen. Iedereen met een poetsvrouw mag de hand omlaag doen. En iedereen die wel eens thuisbezorgd.nl doet, die mag ook zijn hand omlaag doen. En het komt erop neer dat we dus 2, 3, 4 zelfredzame burgers in deze zaal hebben zitten. Dat zijn er niet veel, maar ere wie ere toekomt, applausje. En dat zijn de mensen die bij de outsourcingsklasse behoren. Wij behoren allemaal bij de outsourcingsklasse. Wij kunnen onze shit outsourcen als het te veel wordt. Zo'n 25% in Nederland kan dat niet. En dat is bijvoorbeeld Samira, die slachtoffer is geweest van toeslagenschandaal en dan van de ene ellende in de andere stort. En die met haar mbo-diploma en met haar depressies momenteel niet meer aan een baan geraakt. Dat is evengoed Anton, de hardwerkende Nederlander, die sinds 10 jaar noodgedwongen zzp'er is. En die dus ook formulieren moet invullen waar hij nooit voor gestudeerd heeft, die hij niet begrijpt, die te ingewikkeld zijn. En die brengen dan een schuld van 3000 euro met zich mee. En na 5 jaar is dat een schuld van 35.000 euro en nu is Anton al een half jaar dakloos. Ik heb gezegd dat ik met een heel sexy accent, maar is het... ik zal mijn best doen om beter te articuleren, maar het gaat dus over Samira, die nu helemaal in de ellende zit. Het gaat over Anton met schulden. Het gaat over Eefke, die haar baan is kwijtgeraakt en moeilijk aan een nieuwe baan komt omdat ze een alleenstaande moeder is van 3 kinderen en omdat ze ziek is. En we hebben het eigenlijk over zo'n 20%, 25% van Nederland, die hun zelfredzaamheid niet kunnen afkopen. Want dat is het verschil tussen de mensen die het hand omlaag deden en degenen die dat niet deden. Ik kan alles uitbesteden, simpelweg omdat ik vermogen heb om het te doen. 25% kan dat helemaal niet. En dat heeft zo zijn gevolgen. We kennen het allemaal, arme mensen, 8 jaar eerder dood dan rijke mensen. Het verschil in goede gezondheid wordt al snel 18 jaar, 19 jaar. En als die dan hulp nodig hebben, dan gaan die naar de overheid. En wat is het eerste wat die overheid zegt? Maar hoe zelfredzaam ben jij wel? Terwijl eigenlijk niemand zelfredzaam is. Maar die hebben niet het vermogen om daar andere mensen bij te betrekken. Dus die leunen op een overheid. En die overheid zegt nee. Wat die overheid wel zegt... Ja, maar misschien moet u wat meer bewegen. Krijgt u een beweegcoach. Misschien moet u wat gezonder eten. Een beetje broccoli, zal je goed doen. Pas op je energierekening en trek een extra trui aan. Terwijl we weten, die verschillen die er nu zijn, die komen niet uit de lucht vallen. Dat is een beetje zoals naar sterren kijken. En ik ken er heel weinig van. Maar ik weet wel dat als je naar sterren kijkt, het licht dat je nu ziet... Dat is jaren geleden ingezet. En zo is dat ook met gezondheidsverschillen, zo is dat ook met vermogensverschillen en zo is dat met alle ongelijkheid. Dat is het resultaat van beleid dat al 10, 20, 30 jaar geleden is ingezet en dat nu heel erg om de oppervlakte komt. En als we dan kijken naar wat mensen ziek maken en hoe het komt, die complexe ongelijkheid, dan gaat het er simpel over dat 20% van Nederland leeft gewoon al meer dan een decennium in crisis. 20%. In achterstandswijken staat al heel lang geen juf voor de klas. De huizen in achterstandswijken zijn al heel lang niet oké. De onderkant van de samenleving is het
Dat zijn de slachtoffers van de flexibilisering van alles wat roze en vast zit in dit land. Maar nu wordt het een groter probleem. Het dreigt ook de middenklasse te raken. En wat doen we dan? Dan noemen we het crisis. En dat is een toverwoord. We hebben een onderwijscrisis. We hebben een zorgcrisis. We hebben een bestaanszekerheidscrisis. We hebben een arbeidsmarktcrisis. We hebben een energiecrisis. Nu dreigt 30% in de knel te komen op één van die sociale grondrechten. Dan noemen we het crisis, we duwen het van ons weg. Het overvalt ons, het is crisis. En we gaan opschalen. En dan krijg je 5 miljard extra naar de zorg. Historische koopkrachtreparatie van 17 miljard. Meestal als iets historisch gerepareerd moet worden, dan is het ook historisch kapot gegaan. Het zijn altijd dezelfde mensen die in de klappen gedeeld hebben. Nu gewoon het crisis noemen. En dan gaan we zeggen dat we heel solidair zijn met elkaar. Want ja, 5 miljard is niet niks. 10 miljard is niet niks. 17 miljard, het is niet niks. Maar dat is compensatie. En dat is niet houdbaar. Dat is heel duur. En ik denk dat als je dat van tevoren, dat geld, allemaal netjes in huisvesting had gestoken, netjes in onderwijs had gestoken, netjes in de zorg had gestoken, en dat we niet zo allergisch zijn om belastingen te betalen, dan denk ik dat we nooit die compensaties nodig hadden. En dat zijn hele dure compensaties. Maar wat ook verdampt, is het vertrouwen in elkaar, het vertrouwen in de overheid. Mensen die niet meer willen meedoen, simpelweg omdat de overheid niet levert. En die systematisch in de knel komen zitten en systematisch met het vingertje, eigen verantwoordelijkheid, eigen schuld. Maar iemand die werkt aan het minimumloon, dat is volgens mij de grootste filantroop van dit land. Die zet zijn gezondheid onder druk, zet zijn gezinssysteem onder druk. Die werkt onder arbeidsvoorwaarden waar de meesten van ons niet onder zullen werken of willen werken. En toch altijd naar het individu. Eigen schuld, dikke bult. Neem je eigen verantwoordelijkheid. Maar er bestaat ook zoiets als een collectieve verantwoordelijkheid. En er bestaat ook zoiets als een samenleving. En 30% is niet niks. En je merkt aan het onbehagen dat we er echt iets aan moeten doen. Je merkt aan het onbehagen in de samenleving dat dit niet te lang meer goed kan blijven gaan. En ik denk dat we daar allemaal een grote rol hebben in te spelen. Ik denk dat die rol trouwens veel verder gaat dan enkel je stemgedrag. Je rol mag ook gaan naar, ga eens bij de buurvrouw kijken hoe het met haar gaat. En gaat die andere buurman een keer overtuigen om links te stemmen. En ik denk dat dat een opdracht is voor ons allemaal om echt eens een keer wakker te worden. Van hoe komt het nu dat we het goed vinden dat er miljarden gecompenseerd worden, maar dat we het niet goed vinden of dat we ons er niet tegen verzetten dat 20% al 10, 20 jaar, alle dagen, elke dag opnieuw in crisis leeft. Je mag tegenwoordig niet meer zeggen dat er nog iets bestaat als een arbeidersklasse, maar er bestaat wel iets als een outsourcingsklasse. En dat zijn veelal hoogopgeleide, tevreden en gezonde mensen die aan alle knoppen draaien in dit land. Terwijl dat bij de meerderheid van het land gewoon simpelweg niet het geval is. En aan die knoppen draaien, dat begint 15 maart, maar dat gaat ook nog veel verder. En het moet wel ergens stoppen om constant te draaien in een richting waar het ons goed uitkomt. Het wordt ook tijd dat we een keer draaien in een richting waar het ook de ander goed uitkomt. Want ik denk dat we niemand zit te wachten op een verscheurde samenleving. De klimaattransitie heeft het echt in zich om er nog een schepje bovenop te doen. Die heeft het echt in zich om de ongelijkheid nog te vergroten. En ik denk dat we dat voor onszelf, voor onze kinderen en voor onze kleinkinderen gewoon niet moeten willen. Dus ik heb eigenlijk een heel simpele oproep. Stem gewoon sociaal voor iedereen, want volgens Atje en Jesse kan dat gewoon. Ik dank jullie.